Een matroos van de Vigilia 2 zag het fout gaan op het moment dat het containerschip op de Willemsbrug afvoer. Toevallig keek ik richting het schip Sensation die voorbij kwam. En ik zag verderop bij de brug dat hij te hoog was. En voor ik het wist zat hij er vol in. Hij ging er een stuk onderdoor. Dat was klappen, kabam, kabam. En de containers vlogen heen en weer. Ja. En hij zat er onder en hij had zijn stuur nog niet naar beneden. Dus ik had een beetje het idee dat hij al niet goed aan het opletten was. Het is natuurlijk heel vervelend voor die man. Ik heb zelf later hem bekeken met de verrekijker natuurlijk. Want ik wou wel even zien wat er allemaal gebeurde in de stuurhut. Voordat hij natuurlijk de klap kreeg, zat hij al heel hard te draaien. Dus hij draaide dus goed flink uit naar achter. En ja, toen hij erin zat, hij schoof erin, de containers vielen eraf. En hij draaide vol naar achter om natuurlijk de containers, om zich eruit te kunnen trekken. De verloren containers werden aan de kade vastgemaakt in afwachting van de komst van een professioneel bergingsbedrijf. Een kraanmachinist die op het moment van het ongeluk op de kade van de boompjes Bielsen aan het hijsen was, bood zijn hulp aan. Maar die container die is wel half vol met water gelopen. Die zijn enorm zwaar die dingen. Dus dan moest eerst de deur openmaken, wel het water eruit kunnen. En dat hebben de duikers wezen doen. En toen kon ik ze eruit halen. Dus u heeft ineens een heel ander klusje. Ja, precies. Moet je snel zijn? Ja, want er zijn er een aantal bij met schade. En deze die blijven goed drijven nog. Dus die, maar binnen nu en een half uur dan verwacht ik dat alles er is. En dan kunnen ze gelijk eruit. Eén ding is zo goed als zeker. De kapitein van de Sensation heeft een inschattingsfout gemaakt. Ja, een inschattingsfout kan natuurlijk en de waterstand zijn en zijn belading. Een containerschip zal de ene keer dieper liggen dan de andere keer. Dus waar die inschattingsfout precies in zit, daar willen we het juist graag met hem over hebben.